Hier staat Love Languages. Ah, oh. Ik heb wel eens te horen gekregen dat ik te weinig uh, complimenten gaf. Iemand moet het wel verdienen. <laughs> <laughs> Veel leuke respons vorige week gekregen op, uh, op de nieuwe podcast. Het, het ja? moet nog een beetje vorm krijgen, vind ik. Het is nog niet helemaal waar het zou moeten zijn. Okay. Althans, moet het ergens zijn. Maar ik zit dat wel te denken: wij. we kunnen best wel wat. Uh, vrijer zijn in de dingen die we doen. Mm -hmm. Ik heb ook een keer het idee, misschien zouden we ook nog eens... een keer iets met eten of zo toch kunnen doen, ook in een podcast. Gewoon wat langer, wat relaxter. Een soort oh, van ja, okay. mukbang-achtig. Niet dat we echt een hele maaltijd gaan eten. Dat zou want dat echt vind ik echt wel vinden. Ja, Maar bijvoorbeeld, ik heb zo'n doos gekocht... toch met al die uh, balletjes erin. Mm -hmm. Die zouden we ook in de podcast kunnen doen. Ja. Bijvoorbeeld. Zeg, ja, zeg maar, wat. maar goed, we hebben weer een onderwerpenbakje. Ik heb de onderwerpen opgeschreven oh, leuk, en een paar ja. van jullie ook. Dus uh, ben benieuwd. Oké, okay, leuk. Ik, ik rijd... En ik pak. Ja, en ik maar. lees voor. Pretparken. Pretparken. Itcha. Ja, dat was een, een onderwerp. leuk onderwerp. Ja, vind je het leuk onderwerp? Heb jij niet verstonden? Nee. Die oh? is bedoeld als een iemand anders. Oké. Okay. Maar Pretpark, zeg maar. Ja, uh, leuk onderwerp. Het is ook een heel uh, actueel onderwerp. <laughs> ja, want wij gaan binnenkort naar een pretpark. Nou, niet binnenkort. Als ze dit zien, dan zijn we in een pretpark. Ja, oké. Okay. Voor ons. Gaan binnenkort. gaan we van een uh, rollercoaster af. Woe! Ja, nou ja, goed. Daar hebben we niet zo heel erg van. Ja, ik vond uh, vroeger, als ik dan naar een pretpark zou gaan, of het met school was. of uh, überhaupt uh, als dat gepland stond. dan kon ik de dag ervoor niet zo goed slapen. Nee. En als ik helemaal gespannen dan werd, ik wakker met zo'n gezonde, span gezonde spanning. Ja, ja. Uh, ja, rond een uurtje of uh, vijf, weet je, werd je helemaal gespannen wakker. Ja, ja. Had je Mensen helemaal je, ja, zin in. Weet je, als je verjaardag was? Ja, helemaal zin in. had Zag je dan, het dan ook aan je gelaatsuitdrukking dat je er zin in? Had? Een dag pret. <laughs> Daar wil ik het niet over hebben. <laughs> ja, dat is toch een keer tegen je gezicht dat je in... Uh... Ja. Wat was het nou? Dat is mij zo bijgebleven. Oh, vertel nou, het verhaal. Ja, uh, we gingen toen met, uh, nou, ik noem het even kennis voor het gemak. Ja. Dan uh, gingen we naar uh, Disneyland. Eigenlijk was het je broer, toch? Nee, <laughs> <laughs> nee het was niet mijn kennis. broer. Nee, nee, het was wel echt uh, Naar yeah. Disneyland uh, Paris gingen we. Yeah. En uh, ja, ik vond het al wel leuk, maar ik, ik ben niet zo'n uh, enorme Disney-fan. Nee, dat laat je ook altijd heel duidelijk. Ik ben mee. er gewoon niet mee opgegroeid, dus heel veel dingen zijn voor mij ook gewoon... Als die mensen helemaal wild om doen, dan denk ik... Ik vind van, het heel ja, kinderachtig. Het is heel leuk. Um, maar ik denk echt dat je ermee opgegroeid moet zijn om het zo te waarderen. Want als ik, als ik nu nog ga kijken, vind ik het gewoon inderdaad echt kinderachtig, die films. Heel veel daarvan. Ja, okay. Dan vind ik het wel leuk, maar dan kan ik me alleen maar voorstellen... dat je, als je als kind dit ziet, dat je inderdaad het inderdaad helemaal geweldig vindt. Maar jij vindt. hebt ook de Lion King als kind gezien. Ja, maar het was allemaal niet zo... Uh... Ja, ik snap het echt niet. Jij, jij hebt gewoon niet Disney-liefde. Dat vind ik echt jammer. Nee, dat is wel waar. Ja. Maar ik ja, heb maar wel ik andere heb, liefdes. Ja, maar ik heb wel het idee dat jij het ook een soort van... in je hoofd kinderachtig maakt... en dat je daarom ook niet erin wil komen. Want ik denk dat jij nee, dat genoeg... is helemaal niet zo. Dan keken wij bijvoorbeeld even iets anders. Buiten om Disney keken we Harry Potter. Ja, dat vind ik gewoon dan echt voor kinderen, Als ik dat zie. Ja, maar jij wilde de latere verdelen niet zien... omdat je dat vond je, te serieus. Ik vond er ook weinig niet... humor in zitten, inderdaad. Ja, je bent echt een rare. Ja, ja ik heb gewoon een apart humor. Dat is het enige waar wij niet op klikken, vind ik. Op dat... Maar tegelijkertijd ja, als... vind ik het wel weer heel leuk om te zien dat mensen er helemaal enthousiast van worden. En denk, nou, je zou dat maar hebben. Dat lijkt me echt geweldig. Maar vind je het dan wel leuk dat we naar de Efteling gaan? Ja, ik vind, ik vind de Efteling hartstikke leuk. Waarom vind je dat dan ineens wel weer leuk? Ja, nou, dat is gewoon. Dat heb ik in mijn jeugd meegemaakt. We gaan nu twee dagen naar de Efteling. Hè? We hebben we nog nooit ja, dat is toch leuk dat vind je wel leuk. Maar goed, ik kan mijn hele verhaal niet afmaken. We oh, gingen naar Disneyland Parijs. Ja. We zijn helemaal afgedwaald naar het feit dat ik geen Disney-adult ja, als... ben. Ja, maar dat hoef je ook niet te zijn. Maar een dat beetje... had jij graag ja, gewild, maar nee, nou, nee, dat niet. Maar ik vind wel dat jij altijd een soort van teniet doet... dat je het altijd kinderachtig vindt. Ik vind het nu, als ik er nu naar kijk... vind ik dingen dan voor mijn gevoel kinderachtig. Ja, maar je zat wel te geinen bij uh, Zoetropolis. Die vond je helemaal grappig, die film? Ja, ik vind dat wel grappig. Maar ik kan me alleen maar voorstellen dat je het als kind zijn, helemaal geweldig vindt. En nu als volwassenen zitten er ook leuke dingetjes in in sommige films. Maar er zijn ook heel veel films, waar ik, waar ik gewoon, wat, ik, wat ik gewoon voor echt kinderen vind. Okay. Voor echte kinderen. Daar nou, gaan we nooit over uit uh, zijn. Ja, je moet dat toegeven toch, dat sommige films niet echt leuk zijn voor volwassenen. Nou ik vind ze allemaal wel leuk voor volwassenen. Daar ja? worden ze ook voor gemaakt. Ze worden voor, en voor volwassenen en voor kinderen gemaakt. Oké, okay, nou ja. Dan ben ik misschien te serieus in het leven. Nee, jij vindt het wel leuk. Alleen, ik heb het idee dat je het altijd jezelf hebt. Oh ja, aangeleerd, ik doe dus alsof. Je... Nou, dat is wel zo. Want sorry, sorry vind je het dan ineens wel weer leuk. En dit dan, ja, dat en, heb ik als kind en, gezien. En, uh, elke, elke film die ik de laatste tijd heb laten zien, weer zit je om te grenzen. Ja, ik ben gewoon zo, uh, zo standaard uh, nostalgie-achtige kijker. Dan denk ik ja. van: oh ja, als kind vond ik dat helemaal leuk. En dan vind ik het nu ook nog leuk. Nee, ik laat je nieuwe dingen zien. Dan vind je het ook leuk. Alleen omdat je het nooit geprobeerd hebt ja maar ja tuurlijk was we in niet parijs goed uh, lang verhaal kort uh, ik This was in Disneyland parijs is mis mijn frustratie en uh, diegene die, um, die ons uh, naar Disneyland parijs meenam ja niks zo goed over de doden dat kan natuurlijk gewoon echt niet maar maar dat was een heftige dag want ja dat was echt we moesten het park echt gewoon Het hele park denk ik, drie keer rond hebben uh, <laughs> moeten lopen ja yeah? dat was echt een intense dag ja moesten we moesten alles zien en dan was er gelukkig nog een groot deel gesloten een groot deel. Moet je was nagaan. Disney Parijs, het is niet heel groot, hoor. Op een gegeven moment liep ik dus door zo'n doolhof daar zo, ja. en toen dacht ik echt van, oh, ik weet niet of ik dit nog ga trekken. <laughs> Ze is in de, in de Door en candy. door en door en door. Ja, wat Dat was echt heel ja. heftig, ja. Ben je ook in je attracties wel geweest? Ja, ik ben dus ook in echt enge attracties geweest, Welke? maar dat is helemaal niet voor mij. Uh, dat, uh, dat ik ik hou er eigenlijk helemaal niet van, omdat ik gewoon heel snel misselijk word en oh ja. de lol er niet echt van in dan. Maar uh, ik heb geen idee welke het was. Ja, voor de mensen die denken van oké, okay, er komt dadelijk uh, Efteling-content aan. Wij zitten niet in de vogelrok en dat soort dingen. Nee, dat, uh, uh, ik snap wel dat mensen het leuk vinden. Want het is natuurlijk wel echt, je krijgt er wel een beetje adrenaline van. Ja. Maar um, ik word er dus heel erg misselijk van. En wat dan eigenlijk gewoon de hele dag verziekt. Ja, dat snap ik wel inderdaad. Ja. Ik denk dat je daar ook, ja, je, of je moet dat niet echt hebben. Ja. Dat je misselijk daarvan wordt. Mm -hmm. Dan is het leuk, denk ik. Mm -hmm. Uh, of um, je moet het verliefd nemen en zo geweldig vinden dat je dan maar misselijk bent. Toen kwam ik er dus voor het eerst achter oh. dat mijn. Uh, Innerlijke wereld totaal niet match wat ik van buiten laat zien. Okay. Want ik stond dus in die, uh, in die rij van die attractie en uh, in die tijd wist ik nog niet echt uh, dat ik het zo verschrikkelijk vond, dus ik had er veel zin in. Mm -hmm. Ik dacht, wow, dit is spannend en uh, dit gaat gaaf worden. Dus ik stond zo in die rij, zo uh, voor mijn gevoel eenmaal uh, te stralen. En toen werd het dus door hem gezegd: Hij zei van nou, je hebt er ook zin in, hè, meid. En, uh, Zou die ook mij erachter? Ja, ja? ja, zeker. <laughs> en toen keek ik zo naar hem, en toen zei ik, huh? ja, ja, hoezo? <laughs> Helemaal in de war. Dat was de eerste keer dat je <laughs> erachter kwam dat je geen uitdrukking gaf. En toen, toen zei mijn moeder nog van, ah oh, oh. ja, die is natuurlijk, die kennende, wist dat van mij. Ja. Dus die snapte dat ik, wel, uh, dat ik het wel leuk vond, maar dat het niet te zien was. En als je dan denkt dat je hier waarschijnlijk elf was, nee toch? Je was hier 20? Ja, denk ik zoiets? Ja. Was het de eerste keer toch dat je naar Disney ging? Ja, ja. ja en ik wilde eigenlijk gewoon veel liever Parijs zien, dat weet ik nog wel. Wauw. Ja. Huh? maar waarom gaan we nooit naar Parijs dan? Ja, ik vond dat uit films en zo vond dat allemaal wel magisch en mooi. Maar waarom gaan we nooit naar Parijs? En toen gingen we naar een of ander stinkpark. Maar waarom, gaan we <laughs> no maar waarom zijn we nooit naar Parijs gegaan samen dan? Dus de mijne van... Omdat ik de kan verhalen je vijf... die jij vertelt over Parijs, daar word ik heel akelig. Nee, van. je moet gewoon nooit wel... vies is en nou, druk. Het is wel druk. Het heel ver wel... lopen als je een. een uh... Nee hoor, je hebt gewoon alles met de metro doen. Ja, oké, okay, dus ook nog eens in de metro. Ja, dat is wel zo. Ja, maar ja, dat is in elke stad zo. Dat snap ik, maar nee, dat is niet waar. Je hebt genoeg steden waar wel een hotel midden in de stad te betalen valt. Nou, ja, dat is in Parijs ook wel. Dan moet je alleen in goede tijden gaan. Mm. Dan moet je net voor de vakanties gaan. Oké. Okay. Maar uh, jij wil graag Parijs zien. We kunnen best. Ik vind het prima hoor, om naar Parijs te gaan. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Met de, met de, ik weet alles in Parijs. Hè. Ik kan je van alles laten zien. De, de, de locaties van Emily in Paris, maar ook die van Amélie. Ja, dat is ook, ik kan ik ook allemaal niet herkennen, joh. Ja, dat zie je wel gewoon als je er bent, hoor. Nee, dat... Uh... Nee, maar je, als je daar nog nooit bent geweest, vind ik eigenlijk dat je er ooit wel eens een keer heen moet. Ja, dat is toch goed? Oké, okay, nou, maar goed, jij, uh, brandlos over jouw pretpark-ervaringen. Uh, nou, ik vind het pretpark wel leuk. Dat was het. Nee, ik ben, uh, <laughs> wij zijn best wel veel naar Disney geweest. In ja. Amerika ook. Uh, Universal Studios. Dat is in wel Amerika. echt een uitgave ook geweest voor je ouders. Ja, maar ja, toen had mijn vader een go goed paar jaar. Een goed paar jaar? Ja. We hebben je echt alles gedaan in dat ja? jaar, een paar jaar. Ja, omdat ze het graag wilden. En uh, hij had toen uh, volgens mij met kaarten en zo uh, goed verkocht. En uh, voor, denk, ik denk dat hij het ook deels als business trip heeft afgeschreven, omdat hij ook op zoek ging inspiratie, naar kaarten en zo voor inspiratie, ja. ja. Oh, dat heb jij verteld inderdaad, dat jullie kaart dat, gingen uitzoeken. Ja, ja, dat was wel, wel iets, maar ik heb dat als kind nooit begrepen, maar volgens mij is hij dat... Ik kan me voorstellen dat hij dat gedaan mm -hmm. heeft, want dat mag natuurlijk uiteindelijk ook gewoon. Uh, maar toen gingen we ook inderdaad naar Disney, gingen we naar Universal Studios. Daar kan ik kan niet zo heel veel meer van herinneren dan alleen de foto's. hoe oud was je ook weer? Ja, uh, ik was Vier, zes en acht. Okay. Eh, om het jaar gingen we dan. Ja. We zijn drie keer naar Amerika geweest. Dat is geweest. wel echt leeftijd dat je denkt van vlagen. Ja, echt vlagen, ja. ja. um, Ik ben wel vaak in Disney Parijs geweest. Want daar gingen we dan nog wel regelmatig heen. Ik denk mm -hmm. dat we een stuk of zes keer zijn geweest of zo. Of vijf keer. Zo. Ja. Dat denk ik hoor, maar dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. dus, maar goed, ik ben er zelf voor het laatst in 2011 geweest. Oké. Okay. Dus dat was echt al een lange tijd geleden. Toen heb je heel erg overgegeven, toch? Ja, Planet Hollywood eten <laughs> gegeten en toen heb je heel erg overgegeven. Wat had um, je eigenlijk? Ja, dat weet ik niet meer. Dat weet ik nee? niet meer. Nee, ja, was je niet bijgebleven? is met een burger, denk ik, of, oh, of ja. een naar. Ja, nou ja, goed. Ja, dat was niet zo fijn. Maar ja, toen het er allemaal uit was, toen kon ik de volgende dag wel weer gaan. Soms is dat heel snel, hè? Ja. Nou, ik was wel slap hoor. De dag daarna, ik heb ook wel weinig gegeten. Mm -hmm. Maar dat voelt alleen maar lekker. was het niet zo heel erg. Dat ik weinig Dan kan je, heb je niet zoveel weerstand in die attractie. Ja, maar ik ging dus niet. Kijk, dus dat is het hele <laughs> ding. Ik hou dus niet van snelle attracties. Daar nee. heb ik echt een, heeft Disney een, een, een er veel eigenlijk. Aan. Nou, toen ja, nou ja, goed. Ze hebben best wel wat rollercoasters, Maar niet heel. Het is niet de main uh, doel volgens mij van Disney. Nee, Disney gaat ook meer om de ervaring en uh, de maar characters. Dus, en maar zo er zijn toch? best wel nog wel wat. attracties. Ik zou wel eens een keer naar Europa Park bijvoorbeeld willen. Die ziet er wel cool uit. Dat schijnt een van de tofste in Europa te zijn. Oké. Okay. Ja, sowieso vind ik attractieparken... Zit die in Germany? Ja, in, uh, in Zuid-Duitsland, volgens mij. Dat uh, doet me aan iets denken, namelijk. Europa pakt Germany. Huh? Aan? Aan uh, reclames, denk ik, van vroeger. Ja, zou kunnen. Ja. Maar uh, ik vind attractieparken leuk, maar ik... ik ik merk ook altijd wel dat ik echt alleen maar voor de hele simpele rides ga. Dat ik die leuk vind. Voor de rest interesseert ja. me echt niks. Dat snap Kijk, ik. bijvoorbeeld nu is dans macabra geopend in Efteling. Ja, dat die vind je alweer naar, want het ja, die dat draait gaat, rond. Het gaat ronddraaien. Ja, daar word ik helemaal misselijk van. Ja, daar ik heb ik echt geen zin ik helemaal in. Helemaal niet van. Nee. Kijk, van mij mag jij erin, hoor. Maar ik, ik weet gewoon van mezelf, bijvoorbeeld Villa Volta... ik weet dat er niet veel gebeurt, maar mijn hersenen kunnen ja, dat gewoon Ja, ik vind niet dat, niet dat gewoon een beetje saai. Dan wil ik, ik wil niet hier eentje in dingen, dat vind ik gewoon hartstikke saai. Nee, dat snap saai. ik. Maar ja, het is dan wel saai om met mij erin te gaan, in. Het is uiteindelijk een attractiepark, dus ik moet het ook naar mijn zin hebben, toch? En als ik, als ik iets ga waar ik geen zin in heb, dan kan Wat ik beter niet gaan. Wat ik vooral heel magisch vind aan zo zo'n parkbezoek is dat je echt het gevoel hebt dat je met z'n tweetjes bent... in een soort andere wereld. Dus dat kan nu wel? Dat voel je dan wel weer? Wat doe jij Alsof ik gevoelloos ben? Nee, dat gaat het niet om. Maar gewoon, jij, ja, ik je heb dat al. heel erg, maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met naar de bios gaan. Uh -huh. Omdat je een soort van je afzondert van de rest van de wereld, ja, gewoon ja, ja. met z'n tweetjes. Een soort van in een dan park. Dan voel ik dat heel erg. Ja, ik vind dat gewoon heel fijn voelen. Echt alsof je even quality time hebt met elkaar. Ja, op die manier. Kijk, jij, ik en de camera's en heel veel eten... dat is op zich uh, <laughs> iets minder quality time, maar... Nee, nog heel gezellig. Ja, ik had vorige keer echt toen we naar echt gingen, heb ik echt positieve gevoelens aan overgehouden. Terwijl het was regenachtig, net zoals morgen trouwens. Ja, ik vond dat heel gezellig. Ja, ja ik ook. Ja. Maar ik vind het sowieso wel leuk hoor. En ik, ik kan me herinneren dat als ik dan elke keer als ik dan Main Street oploop bij Disney, dat ik dat dan een bepaald gevoel krijg. Alsof je inderdaad in een nieuwe wereld gezogen wordt. Dus ik snap wat je bedoelt. Was jij dan ook in huilen uit bij Disney. Nee, natuurlijk niet gek, dat doe ik niet. Het kasteel? Nee, schat. Dat niet. Nee. <laughs> nee, dat doe ik niet. Nee? ik vind het wel leuk en die shows en dat soort dingen dat interesseert me echt geen reet ik vind het gewoon meer leuk de hoe het eruit ziet en dat soort mm. dingen het gevoel wat het geeft maar voor de rest voor de rest vind ik eigenlijk alleen maar die, 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 die makkelijke rides leuk om in te gaan maar uh, wij kijken wel veel Disney video's dat heel veel. Ik veel voor mij echt bij, heel leuk Maar mij wij Disney echt gewoon al duizend keer gezien ja door als ik nu... van anderen <laughs> ja dat is wel zo we kijken ze dus vooral van uh, Noël. ik weet even de achternaam niet zo goed meer ja. maar en die van Dreven. Van, van Dreven. Ja. En uh, ik weet gewoon zeker, als wij ooit naar Disney gaan, dat ik gewoon precies dezelfde dingen wil doen als zij. Hoezo? <laughs> ja, want ik heb het al zo vaak gezien. Ja, dan weet ik ook. Gewoon deze wil ik ook naar Shakespeare. Ja, 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 ja. Ja, dat is wel inderdaad waar. Kijk, en ik denk met Disney bijvoorbeeld, daar willen we ook nog wel een keer heen. Uh, alleen. Volgens mij volgend jaar of het jaar erop gaat er echt een heel groot gedeelte, een nieuw gedeelte open. Maar dan denk ik van ja, gaan we voor die tijd of gaan we juist na die tijd? Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat mensen het niet voor die tijd willen, denk je niet? Nee, dat is waar. Als ze dan denken van nou, dan ga ik echt wel even nog uh, langer wachten, zodat... Uh... Maar ja, maar ja. Maar goed, je weet nooit het gedrag. Hè, van uh, soms uh, gaan wij als uh, gaan maar, <laughs> vorige maar. keer dat wij naar de hefteleing gingen, toen ja. stopten er ook allemaal grote toerbussen toch? Ja. <laughs> oh nee, dat was ook bij de dierentuin weet ik nog wel. Dierentuin. Ja, dat gingen we toen met een oh, liefje dierentuin. Oh ja, ja, maar dat was, dan was Stopten spannend. er ook gigantische toerbussen? Ja, maar daar denk je over na dat het dan heel druk is, maar in die park valt het best wel mee. Het is heel bij ja. ja, het eitje En einde... we gaan natuurlijk een half uurtje eerder mogen we het park in. Ja, dat is wel echt een uh, privilege, toch? Ja, want we hebben ook het hotel geboekt. Dus er komen echt een paar video's aan, want ik vind het wel leuk om dit even gewoon goed uh, in beeld te brengen. Mm -hmm. Dus een uh, hotelreview komt eraan, er komt een food tour aan. En ja, we misschien zijn misschien nog over uh, de dagen een beetje. We zijn er best wel lang. Dus ik denk dat we zeker wel twee weken aan content <laughs> <het> kunnen slepen, <laughs> toch? Ja, als we een bepaalde vriendin van ons uh, uh, zoveel zouden kunnen filmen als zij dan. Uh... Dan kunnen we dat. <laughs> <laughs> ik zeg niet wie dat. Ja, we dit moeten dit wel gaat. wat outfitswitches doen dan. Dus het Ja, park door. Dat is waar. we dus wil zeggen, het is de volgende dag. Je moet genoeg outfits meenemen. Maar moet... uiteindelijk, dus we gaan eigenlijk komt het erop neer, we willen naar meerdere pretparken uh, de komende jaren. Ja. Maar gewoon rustig gaan. Ik wil ook uh, ja. naar die pretparken die gewoon een beetje, uh, een beetje pauper zijn hoor. Nou, we zijn wel naar heel leuk in. Was het in Zwolle, Dino Dinoland? Oh ja, dat vond ik echt geweldig. Dat is niet echt een attractiepark, toch? Nee, dat maar is het is wel een, een... bezienswaardigheid. Ja, we houden van bezienswaardigheid. Mag ik nog een keer? Je mag nog een keer. Hier staat love languages. Oh, oh van wie was die? Precies wat dat uh, oh, okay. bericht. Ja, sommige mensen zijn daar helemaal uh, gespecialiseerd in, hè? Wat Bij dan. Uh, ja, weet het wel. Oh, okay, ik heb nou. het wel eens uitgezocht. Interessant. Kom maar door. Mijn love language is dus heel veel words of affirmation. Okay. Dus ik bevestig iemand uh, heel vaak in uh, dat hij leuk is en lief en knap. Oh, waarom doe je bij mij niet dan? Ja, en dan uh, ook, ik ben zo blij met je. Uh, Nogmaals de vraag, dingen. waarom doe je dat bij mij niet Dat dan? doe ik de hele dag door. Oh. <laughs> en ik vind het dus, uh, voor mij is het de absolute liefde... en ik weet ook eventjes niet hoe die heet. Ex of service, denk ik. Ja. Dat iemand dus dingetjes voor me doet. Dus bijvoorbeeld iets meeneemt van de supermarkt. Dat wil je? Daar smelt ik helemaal van, ja. Oh dan vind ik het helemaal romantisch dat je aan me gedacht hebt dat je met een colaatje aankomt. nou ja, dat doe ik vaak dus dat is mooi. en voor jou ja die, ik heb nooit opgezocht dus ik weet volgens het. volgens mij toon jij je liefde eerder in dingen doen. voor een ander doen Sowieso. dan woorden. Ja. want dan zeg je wel eens tegen mij ja, ik weet dat ik het niet vaak zeg, maar dat vind, dat vind je dan lastig. Mm. Je vindt het soms ook lastig om gewoon even spontaan even een knuffel te geven. Nou, dat doe ik wel, hoor. Ja, dat vind ik niet lastig. Dat heb je wel eens gezegd, toch? Dat je dat soms vergeet. Ja, ik vergeet het wel, maar ik vind het niet lastig. Oké. Okay. En dat je dan eerder bent van inderdaad dat je voor me kookt of uh, even iets meeneemt. Mm. Dus eigenlijk match dat perfect. Ja, precies. En hoe jij graag liefde ontvangt, dat weet ik dan eigenlijk niet. Ook iemand die dingen voor mij doet. Even opnieuw. Jou, dat je, dat jij, hoe dingen, jij dingen wil, dus is dat ik dingen voor, tegen jou dat zeg. Je me mee, <laughs> dat, je voor, dat je iets voor me meeneemt of oh, zo. Stop, stop. <laughs> het dat gaat helemaal mis. Het is wel zo. Nou ja, ik vind het allebei prima. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar Heb je niet op een bepaalde manier dat je denkt van, oh, dan voel ik echt liefde? Ja, als je wel iets voor me meeneemt of zo. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk um, is mijn manier van liefde geven match niet met jou. Ja, vind ik ook fijn. Alleen... Ja, dat vind ik ook fijn. Maakt mij niet zoveel uit. Ja, het schijnt dus zo te zijn dat als je weet uh, hoe iemand graag liefde ontvangt en je dat ook kunt geven, dat dan de relatie daar wel beter op wordt. Dat <laughs> <laughs> normaal. Die is alleen voor de mensen. Die... <laughs> nee, dat ja, ik heb daar nog nooit echt zo over nagedacht. Ik denk niet dat de mannen daar echt per se over nadenken. Denk jij wel? Ja, het zou wel mooi zijn als je daar een keer over na ging denken. Want okay, nou, uh, het dat natuurlijk over, gewoon als met we een over na gaan denken, snel treinvaart naar beneden. Onze connectie. Ja, dat is wel waar. Maar wat denk je dan? Want ik denk dat het op zich... Ik denk hmm. wel dat ik het ook fijn vind als je iets... Ik geef wel vaker aan als ik... Ik weet het niet zo goed. Ja, wel, ik kan ik maar jou niet zo heel goed ja, aflezen Ik geef wel vaker eigenlijk. aan dat ik, uh, dat ik het leuk vind om verrast te worden. En dat soort dingen. Oh, echt? Ja, heb ik ook vaker gegeven. Vietje, nou, god. Ja. Dan moet je je eigen surprise party regelen joh nee maar dan ga, gaat het het <laughs> tut ben jij zeg vergast worden kom op zeg Hoe oud ben je vergast hè nou, <laughs> de scheetjes kan in echt niet. wat scheetjes in bed maar jij wilde dus dat ik een surprise party voor jou georganiseerd. nee niet surprise party maar als je ik gewoon... heb daar dus wel eens over getwijfeld hè maar dan dacht ik van ja tegelijkertijd zeg jij zo vaak als je daar niet op zit te wachten dat allemaal onbekende mensen met elkaar gemixt uh, raken ja maar ik zou het toch wel geinig vinden Well, well, well. I have some planning to do then. <laughs> nee, maar ik denk dat ik het gewoon fijn vind dat je dingen zegt en dat je dingen doet. Dat zou ik fijn vinden, denk ik. Ik doe heel veel dingen. Ja, dat doe je toch nee. ook? Ik zeg ook niet kleine dingen, niet leuke dingen, gekke dingen. Mooie dingen, gekke dingetjes. <laughs> ja, maar love language, ja, ik vind het. Ik, ik denk niet dat over het algemeen gezien dat de helft van de bevolking daar. En dan zeg ik even niet welke je <laughs> aan denkt. Toch, laat eerlijk zijn. Denken mannen daar echt aan? Een love language? Dat is toch nee, wel meer een, ik denk het niet Dat is meer een nee. ding waar vrouwen het over hebben? Ja, maar... Ja, ja ik zijn love language is echt meer dit en dit. Ja, mijn love language zit meer dit en dit. Oh, meid, nou, wat interessant. Toch? Ja, vroeger had je toch ook van die quizzes in uh, van die quizzes? magazines? Yeah. Quizzes? Ja, yeah, Quizzes? Zeg je het in Nederland? Quizjes. Quiche, het... Quizjes? Zullen we ook hier <laughs> een Dat je 10 euro moet doen per. Uh... Nee, ik vind. Uh... Ik heb trouwens begrepen dat je wel wat meer. Ik had nog wel iets van 30 euro erbij kunnen Ja, hebben. dat Toen zag ik ook. Aan het einde waren dat al drie keren family. Family. Zijn je family? Ja, ik zei twee keer family. <laughs> ja, waarom dan? Omdat ik het gewoon veel leuker vind klinken dan familie. Nee, omdat je, nee, met daar, je gewoon schijnlijk niet family daar gewoon van. Nee, maar ze zat met family toch in je, in je hoofd? Family? Ja, dat we, are dan family? Dan... we are family? We are family. Maar um, My love language is uh, dat je mij niet constant verbetert op mijn Engelse taal. <laughs> mijn love language is dat je gewoon niet naar me kijkt. <laughs> dan nou, zou ik dan alleen maar naar de camera kijken. <laughs> niet meer naar me kijken, als Ja, je nee, bent. ik ga niet meer naar je kijken. Waar mag ik wel naar kijken? Uh, naar, je ogen dicht, naar je kruis? Ik ga ja, naar je kruis kijken. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, ja, weet je wat het is? Ik denk dat, dat, dat het misschien ook per uh, A per persoon verschillend is. Maar per, per, in je leven, toch? Je zal niet altijd hetzelfde willen. Of wel? Denk je dat, dat mensen dan altijd hetzelfde ja, willen? Ja, ik heb daarin? altijd wel gehad. Ik heb dus in het verleden een relatie gehad die dan naar de supermarkt ging en dan uh, met helemaal niks voor mij thuis kwam. Oké. Okay. En dan dacht ik, eh, nooit, nooit, hè? Terwijl nee? ik regelmatig met dingetjes aankwam. Of uh, dacht ik even aan hem en dan haalde ik even iets dat hij lekker vond. Mm -hmm. En dan werd nooit andersom. En dat vond ik dan zo gaar. En uh, maar wat was de love language die je wel terugkreeg dan? Dead and troep despair. maken ofzo? zo. en de spek. Troep. <truip> nee, ik krijg, ik, nee, maar even serieus. Dus, dus, troep. Oké, okay, dat is niet geen lav. Maar ik kreeg je niks terug. Want heb je dan? Um, nee, maar aanval wel toch van. Ja, ze ik even na te denken eigenlijk. Ja, Hij ik was denk, wel blij met je online. Hij deelde wel. Uh, ja, iets ik over, denk dus. meer ook via de app en zo dan wel. Oké. Okay. Ja, dus ik, wel ik denk words, words of, of affirmation, affirmation maar die interesseren mij niet echt. Ik hoef gewoon één keer per maand te horen dat ik er leuk zie en dan is het wel weer goed. Nou, dat geloof ik niet. wel. Nou, schat, hoe jij soms groeit als ik iets zeg, dat uh, zal wel meevallen, hoor. Ja, ja, je maar je bent nog steeds ge... 1,60 meter, 60, dus ik weet niet... Uh... Nou, je bent geen 1,60 meter. 60, nou, dan ben je wel 7 centimeter gegroeid sinds dat we een relatie <laughs> 7? hebben. 7? Ja? Maar ik heb ik al altijd van gedroomd, he? ja, We hebben toch laatst gekeken? Om 1,67 laatst gekeken? Naar die boekhandel. Maar nee, te. ik bedoel meer van. Dus daar lag het dus niet helemaal in lijn. Uh -huh. um, en dan moet je dus dingen gaan zeggen. zoals je eens een keer wat voor meenemen? Ja, vind ik toch gewoon een beetje de lol ervan vanaf eigenlijk. Ja. Snap je wel. Uh, soms zeggen mensen wel eens van ja, als ik het aan moet geven, dan hoeft het van mij niet. Ja, ik, maar ik, ja. ik denk wel, er zijn wel dingen als je het aangeeft. En iemand gaat het op een gegeven moment uit zichzelf een beetje ook doen. Het kan wel werken. Maar het is natuurlijk helemaal perfect als je dat gewoon echt voelt en dan uit jezelf doet. Ja. Maar ik heb wel eens te horen gekregen dat ik te weinig uh, complimenten gaf. Ja. Niet van degene persoon per se, maar mensen om ons heen. Mm -hmm. Iemand moet het wel verdienen. <lacht> <lacht> nee, maar, ja, het, nee ja. maar meer dat ik dacht: van ja, maar dat doe ik wel. Alleen niet altijd. Ik nou, niet ja, elke jij bent potsfans, uit, uit iedereen die waar ik mee gedate of uh, omgegaan ben. Ben jij ja, echt de meest complimenteuze? Ja, maar daar heb ik wel. Nee, ja, ik vraag me echt af of ik dat heb moeten leren. Volgens mij zei ik dat altijd wel, maar ik werd het gewoon niet ontvangen ik weet niet, dat zou kunnen ja ik kan, kan het uh, niet voorstellen want ik, ik ben altijd ik kan het me ook moeilijk voorstellen doen. maar je kunt wel dingen oppakken omdat een ander het bijvoorbeeld heel veel doet ja, omdat ik kunnen. het waarschijnlijk veel doe... dat je het nee dat voerde ik meer... het ook al oké okay. ja, ja ja sowieso ja, ja maar dat alleen is ook... dan misschien wat minder vaak dat zou ik maar je had toch ook in je boek geschreven hè? dat ja. weet ik nog wel dat ja. wij uh, toen uh, elkaar net leerden kennen ja. nee hoor toen jouw boek af was ja. toen had je dus las ik ook dat je zei van, dat je je altijd maar uh, moest gissen of het moest, ja, ervan uit moest gaan dat iemand je wel knap zou vinden, want die was nou eenmaal met je, maar dat je het nooit echt hoorde. Nee, dat top. was bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ik hoorde dat ook nooit, moest dan maar gewoon aannemen dat iemand me leuk vond. Ja, en dan ging ik zelfs nog twijfelen. Zou die ging dan maar alleen maar bij me zijn vanwege mijn geweldige wel dat dat een beetje onzekerheid van mezelf was. voor. Want ik denk ja, dat, dat is wel ook een deel. Zonder dat het gezegd natuurlijk. is, maar dat ik het gewoon niet hoorde. Dat kan ook, want ik kan me niet voorstellen dat het nooit gezegd is. Nee, dat Misschien. kan me dan ook niet voorstellen, inderdaad. Maar... Toch? Ja. Maar dat gevoel had ik wel. Dus dat, is, dat, is, dat, is, dat zegt natuurlijk wel wat. En of dat, of dat uh, valide is of niet, dat is mm -hmm. natuurlijk maar de vraag. Dat weet ja. ik ook niet. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat, uh, dat uh, het complimenteren van elkaar gewoon heel belangrijk is. Maar uh, hoeveel love languages zijn er dan? Er zijn er maar een paar, toch? Vier nou? of vijf, geloof ik. Oh, en wat zijn ze dan? Dus de abortus, uh, of affirmation? Ja, ik denk ja en doen? je hebt... Uh, ja, dus extra services meer bijvoorbeeld. Ik neem iets kleins mee. En yeah. je hebt dan ook volgens mij gift uh, dat je veel geeft. Ja, yeah. veel cadeautjes. Maar uh, ik denk dat extra service ook meer is. Vond ik stofzuig even het huis voor ah, je ja, of zo? Ja, dat doe ik wel. Dus ik denk dat ik een beetje een combinatie heb van dat ik af en toe een uh, leuk cadeautje wil. En af en toe uh, uh, dat. Ja. En dan heb je worst of information. En dan heb je heel veel physical touch heb je dan. Ik denk dat uh, dat er vier zijn dan. Ik geef ook dat doe ik wel mensen aanraken. Doe ik bij jou ook? Ja, vind ik niet heel veel. Jawel, oh. doe ik elke dag. Ik kom heel vaak naar je toe en dan, uh, ge, dan doe ik zo en zo. Dat doe ik heel vaak. Oh, zo, dat heb je ook lekker door dan? Ja, ik denk omdat ik. Uh, ook als je hier een zit. Een beetje koud ben voor jouw aanraking. Ja, ja, dat is alvast ook als je hier zit, doe ik het ook. Hij <laughs> ja, doet het wel eens inderdaad. Maar ik vind dat ik wel veel meer doe. Nee. Doe. Jawel. nee, nee. Jawel. Nee. Ja. Nee. Dat ik wel waar. Nee, dat is niet waar. Ja, Ik ben sowieso niet heel van de physical touch. Nee, dat weet ik. ik ben meer, bij vaak. jou kan ik dat wel. Maar eigenlijk doet het bij niemand echt. Ik vind eigenlijk al uh, iemand uh, omhelzen, dat doe ik dan eigenlijk ook zelden. Ja, ja dat bedoel ik. Dus ik doe het met jou, jou. Jou wel. Ik raak je heel vaak aan. Mm -hmm. Ik knuffel je niet vaak, maar raak je wel vaak aan. Ja, oké. Okay. Dat is ja. physical touch toch al, mm -hmm. in principe. Nou, ik denk dat het dan vier zijn, maar ik weet het niet zeker. Ik heb ze allemaal. Nou, dank je wel. Misschien vijf. Hè. Misschien is er dan nog een vijfde. Ik ben gewoon de perfecte. En dat is gewoon niet zo. Niet zo gewoon perfect. Uh, zoals jij, jij mag jij niet zeggen, zei. ik ben perfect. Oké. Okay. Jij hebt ze niet allemaal, ik doe ze allemaal. <laughs> Wat zit ja. je nou dom te doen? Wat? Eet je ze allemaal, hè? Ik heb ze allemaal. Probeer je zel, zelfs zeker neer te zetten als de perfecte vent, of niet? <laughs> zeker. Nou, dat ben ik bij lange na niet hoor. Dat kan nee, nou ja, goed. Niemand is perfect, toch? Nee, dat bestaat ook niet. Perfectie bestaat niet. Nee, en we hadden. Je zou ook moeten gaan nadenken als iemand. Als je... Geloof Vanuit ik van, de vent vertelt. zou het dan niet zo gewoon zo zijn dat hij dat in die meidens oproept? Nou ja, je ziet het wel duidelijk, ja. En toen dacht ik van, ja, uh, als jij van bijvoorbeeld met iemand aan het daten bent, van een man, en die zegt van, ja, mijn vriendinnetjes waren allemaal geschrift. Ja, uiteindelijk ja, draaien ze allemaal door. Dat zegt echt en, meer over de uh, de nou, Zo jaloers. Ja, dan denk ik altijd uh, vaak al van, oh, wat vreemd dat ze allemaal zijn. Ja, dat is Heb raar. je dan een type of ja. maak je ze zo? Ja, ik denk toch dat laatste. Ja, ja. Of je hebt een type. Ja, het kan ook een combinatie zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat niet iedereen is toch gelijk geschift dan of zo. Dat is toch raar ook als iemand zegt van ja, alle mm. exen zijn dan, dan weet je toch, dat kan niet anders dat het ook een groot deel aan jezelf ligt. Ja. Het kan echt niet zijn dat je altijd maar die precies die geschriften nee. eruit haalt. En dan ga ik ook mijn vorige relaties af en dan kan jij dan ook doen. Wat hebben die allemaal gemeen? En dan ga je nadenken, wat heb jij in zo uh, naar boven gebracht? Denk ik nooit, nou, ik heb wel, ik weet wel mijn aandeel hoor in veel dingen. Ja, natuurlijk. Dus je hebt altijd een aandeel. Nee, maar dit gaat niet over. Natuurlijk, iedereen heeft altijd een aandeel waar een relatie uitgaat. Maar mm -hmm. dit gaat erover dat als iemand echt al gelijk zegt van ja, mijn ex waren geschift en uh, ja, waren allemaal jaloers en dit en dat en dat heb jij niet. En zo, dan mm -hmm. denk je ja, oké, okay, maar dat zit dan wel echt ook in jou, hoor. Want yeah. anders, je, je kan echt niet letterlijk als je vijf relaties hebt gehad, de alle vijf dat ze toevallig heb je nee. de, de raarste eruit en gekomen. En daarom hè? vind ik het altijd zo belangrijk als je gewoon vrij over je vorige relaties kan hebben en dat allemaal kan bespreken ook met een nieuwe partner ja. want er zijn gewoon heel veel mensen die geen woord erover kwijt willen En nee, niet eens de naam over hun uh... vind ik helemaal goed. Ja, dat ze dat dan helemaal ongemakkelijk worden bij er zijn het idee mensen dat ze die iets gewoon letterlijk doen alsof die wat alsof ze bestaan ook. Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord dat is geweest daar hoef ik het niet meer over te hebben en dan denk je ja, ja maar ik vind dat heel interessant ja, maar het slaat ook nergens op, alsof die mensen. Zo is dat zo gegaan. Waarom is het uitgegaan? Ook al, kijk, of diegenen moeten echt hele heftige dingen bij hebben gedaan. Hmm, dan snap ja, ik het. Dan maar als het gewoon het, ja. een relatie is die gewoon even niet meer lekker paste, of het, uh, jullie zijn gewoon niet voor elkaar gemaakt, dan ja. kan je het gewoon normaal erover hebben. Maar ja, trauma ja. kan je ook niet per, dat is ook per persoon verschillen. Ja, iemand nee, kan dat snap dan ik wel. En als je, hebben, je jonger het... bent, dan, dan snap ik het ook. Of tenminste, niet aan niks, maar iemand kan al een trauma hebben wat jij denkt: van nou is dat een trauma. Weet je wel, dat, ja. dat, weet je, dat kan je toch nooit echt zeggen. En als je echt jong bent, bijvoorbeeld, je was 20, dan kun je ook nog wel zoiets hebben van uh, dat je allebei rare dingen hebt gedaan, dat je het er niet over wil hebben of zo. Ja, ja. ik snap het ook allemaal wel. Maar ik denk, als, als, ik, als ik nu op date zou gaan uh, met iemand in de 30 en die zou zeggen: ja, daar wil ik het niet over hebben. Ja. Yeah. Ja. Het hoeft van mij niet. Mij ook niet. Ga maar volledig van A tot Z vertellen hoe het allemaal gegaan is. Precies. Stekje <laughs> van de week. Ik weet er één waar ik ook echt zin in heb om nog een keer te gaan proberen. De donuts. Oh, van, van de app ding. Die waren zo. Gaan lekker. we die nog een keer eten? Nou, dat weet ik nog niet. Maar Want ik... we hebben veel op de planning staan. Zeker, het kaneelbroodje wil ik testen. Kneel? Kneelbroodje. Nou, maar de Unox de, 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 de hotdog valt wel af, want dat is dezelfde als, voor, als twee jaar geleden. Bijvoorbeeld. Ja, vind Moet... ik wel jammer. Want ik zat vind de video het wel terug lekker. te kijken, toen dacht ik echt van... Ik ben wel weer beter geworden in video's maken, want ik vond me eigenlijk best wel saai die video. Ja, ja, ik vind het juist andersom eigenlijk. Dat je nu hele saaie video's maakt. Oh, Oké, okay, dankjewel. Nou. Nee, dus de, de donuts van, uh, van de Efteling. En van Dunkin Donuts, in. toch? Eh, nee, die vind ik niet lekker. Dunkin, uh, ja, heftig. Dat was trouwens ook een bedrijf wat failliet is gegaan. Ik zat, ik in, de in de vlog zei ik van, welke bedrijven zijn er nog meer failliet? Er waren meer bedrijven fietsen, maar Dunkin is nou, Ja, fiat. ze hadden uh, het beter kunnen noemen een groot Nutella donut shop. Ja, maar als je kijkt naar die donuts, dan denk je ook van... Ja, die kan je ook gewoon bij een bakker halen. Het is niet alsof het zo bijzonder is, toch? vroeger keek ik altijd naar donuts ja die, ik mocht die niet en dan keek ik ernaar en dacht ik oh dat, dat lijkt me zo verschrikkelijk lekker en nu elke keer in mijn volwassen leven dat ik een donut nam van de Dunkin of ja, de van Bakker, Duncan, ja. dan dacht ik echt waar doe ik dit voor ja waar waar ik nou, vind, nou, het, ik vind helemaal het helemaal niet bijzonder de donuts kunnen best lekker zijn vind ik maar als ze vers gemaakt worden mm. bij de Efteling ja dat was wel echt lekker en in mal zat natuurlijk zo'n geweldige stek die zit er nu niet meer en uh, die oh, maakte ja. die donuts ook. Ja, die vond ik ook wel lekker. Maar die, die waren het... wel goed, hoor. En er dus hadden ook anders. gewoon echt andere vullingen dan Nutella in. Ja, maar ik wil toch nog steeds een keer de Krispy Kreme donut. Die ziet er zo lekker oh, uit. Ja, die ziet er wel lekker uit. Hè? Ja, ja, dat kan je in Londen doen. Maar, maar je wil niet naar in Londen. In, uh... <laughs> echt alles bij jou zeggen van... je wil niet daarheen, je wil niet daarheen. Heel <laughs> geintje. Nee, nou ja, dat is ook jouw love language, hè? Ja, jouw wel Niet zeggen... Maken. wel geïrriteerd raken om iets, maar dat nooit benoemen. Ik benoem het niet, toch? Ja, dat doe jij. Jij maakt hele... Uh, fantasie in je eigen hoofd dat ik iets niet zou willen. Je hebt heel dat vaak daarover nagedacht. Je hebt letterlijk gezegd, ik wil niet naar Londen. Dat heb <laughs> dat ik kan dat heb je keer, op beeld. Jouw jou zus kan ik het ook nog vragen. <laughs> ik heb het op je hebt het op beeld ja. inderdaad. Ik wil wel, ik zou wel naar Londen willen, maar ik vind het gewoon heel overweldigend qua drukte. Ja, maar we kunnen het toch relaxed aandoen. Dan ja. moeten we gewoon wat vaker. Dat Kijk, is dat, zo. Dat, ja. Daar heb ik me. Uh, wel bij neergelegd is dat je ook gewoon iets langer de tijd. Kijk, ik wil alles in een kortere tijd. Bij mm -hmm. jou is het gewoon wat langer. Nee, niet bij neergelegd, maar ik denk dat het gewoon beter is. Maar je hebt je bij neergelegd Om... dat ik zo slomen ben, toch? Nee, maar dat we er gewoon iets meer tijd voor moeten nemen. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook wel goed bij gedij. Dus misschien is het alleen maar beter. Alleen moeten we wat langer sparen. Ik weet nog wel in het begin, als wij stedentrips deden, dat jij echt helemaal nog op de hoortop ging als ik uh, lag te rusten. Mm -hmm. En dat je dat nu ook niet meer doet. Jij gaat er gewoon naast liggen. <coughs> wat wil je daarmee <laughs> zeggen? Nee, dat vind ik gewoon zo grappig. Is het dan dat je dan merkt van, oh, misschien had ik het toch ook wel nodig? Of denk je dan van? Uh, nee, ik denk dat ik gewoon ouder ben geworden. Ja, want ik merk wel aan je dat je ook iets meer mijn levensstijl gaat overnemen. Ja, maar dat doe je altijd bij mensen toch? Ja, maar Kijk, ik ben daar wel... niet sneller van gaan rennen van uh, van jouw persoonlijke uh, Dat persoonlijkheid. kan ook niet, want dat heb je gewoon die energie heb je gewoon niet gehad. Mm -hmm. Dus dat gaat dan toch niet. Nee, je kan dat toch is niet waar, maar. Nee, je, je kan het wel een tijdje volhouden natuurlijk. Ja, ik denk dat je dat ook wat deels hebt gedaan, waarschijnlijk. Mm. Dus. Maar goed, Duncan, niet Dunkin' Donuts, maar de Duncan donuts is de... Dunkin' Donuts, de tip van de week. Nee, de donuts van de <laughs> Efteling. Van de Efteling, maar dat, dat kunnen ze we toch wel. niet even snel halen? Nee, maar dat, als je bij de Efteling bent, dan moet je, weet je gewoon, dat moet ik halen. Mm -hmm. Zullen we een keer uh, een surprise party voor jou organiseren in de Efteling? <laughs> nee. Is goed, meid. Wie <laughs> komt er nou allemaal, jongens? Meld je, oh, je even dat, aan. Met kijkers. Ja. Yeah. Naar de Efteling. Surprise nee, met dat, uh, kijkers. Dat, dat trek ik echt niet. Dat echt zo, dat zou vermoeiend zijn, Ja, dat zou echt vermoeiend vinden. Ja. Dat wil ik echt niet. Ja, niet ten nadele van de kijkers, Nee, maar, nee, maar dat trek ik gewoon niet. veel is toch al van... een surprise party die je dan zelf geregeld Kijk, hebt? Kijk, wij zouden eigenlijk met iemand anders naar de Efteling gaan. Mm -hmm. En nu gaat het niet door. Dat, is heel... dat vind ik aan de ene kant heel jammer. Maar ik merk aan mezelf dat ik het ook heel fijn vind om die met jou dingen te ondernemen. Dus mm -hmm. dan denk ik, nou ja, prima. Dan gaan we gewoon met z'n tweeën, weet je wel. Het is niet dat yeah. dat een... Ik vond het leuk... Maar het is niet. Dus voor de video is het natuurlijk heel leuk. Ja. Ik vond het ook leuk, maar het was ook de eerste keer dat we hun zouden ontmoeten. Ja. Dus ja, dat was misschien ook een beetje intens. Ja, ja. voor mij tenminste. Ja, ja, maar ja, tegelijkertijd, mooi. ik vind als ik dat soort dingen hoor, denk ik altijd van, oh ja, ja, lijkt me wel leuk. Ja. Maar als je dan echt er, er, er uh, hard over gaat nadenken, ja, misschien moet je eerst even <laughs> wennen aan uh, nou ja, nieuwe moet je, personen. Moet je soms ook gewoon niet doen, toch? Niet te hard nadenken, gewoon doen. Nee, daarom. Dus daarom was ik er ook helemaal voor in hoor. Maar nu we met z'n tweeën gaan, denk ik van ja, dat is ook. Dan kunnen we wel, dan hoeven we in ieder geval niet rekening te houden met anderen. En dan. Precies. Maar tegelijkertijd uh, vind ik het ook altijd wel leuk om eens keer wat nieuws te horen.